veel vliegtuigen van de. Jongens, we gaan, of ik en Mitchell gaan weer op avontuur. En we gaan zo. We gaan zo even naar beneden. Ik ben trouwens even mijn koffie aan schoonmaken, want het moet ook weer gebeuren als je vies. Maar Mitchell komt zo weer hierheen en dan gaan we weer. Je ziet het nu. Beneden. Beetje verlaten, denk ik. Dus even uitdoen. Dan neem ik jullie weer mee. Als het rode lampje knippert. Dit lampje. Dat betekent dat er kalk in zit. Dan kunnen we heel snel oplossen met azijn. Maar het is nog even bezig. Het wordt ontkalkt en dan dat lampje uitgaat. Hij gaat vaak wel snel uit. Nu loopt hij hier. Doorlopen. Ja jongens, we zijn nu in dat gebouw en het is helemaal. Oh, kijk hoe ik hier uitkom. Door de brandweerwoesje. Eens kijken wat het is. Volgens mij liggen hier zelfs allemaal nog verbrande deeltjes. Ja, dat is steen, hè? Ja, dat zou best wel kunnen. Volgens mij zijn het allemaal verbrande stukjes steen. Wat er allemaal naar boven is gevallen van die van de fabriek. En daar is het. Oh, daar? Daar is het. Ah, nou, let's go. Waar wonen mensen dan daar zo? Dat is dit geval. Dus moet er snel zijn. Ja? Yes. Wow. Zo benieuwd wat het is? Ja. Oh, hier zo? Ik zou zeggen, even sporen achterlaten. Ah, kunnen we dit straks doen? Ja, ik ga eerst even naar binnen en dan. Maar hier zo? Oh wacht, doe het zo. Moeilijk ben jij, hè? Wow, holy shit. Doe het dicht dan? Een beetje dicht kastje gezien. Pas op waar je loopt, hè. Wanneer is het gevoel? Hoe laat is het nu? Ah, dat is toen wel nodig gehad, ja. En best wel vet, ijzer gieten. Trouwens. Ja, je hebt nog nooit gedaan, echt niet.
En best wel gaaf. Hey, ik ben er heel benieuwd naar. Deze heb ik vorige keer al gebruikt met onze microfoon. En nu heb ik dus één gekocht om te kijken of dit echt werkt. Ik weet niet of het werkt. Maar... Doe eens. Ja, nu zijn we erbij. Ja, dus weet je wat? Ik zet deze gewoon even ergens in. Moet je GoPro? Heb je GoPro? Nee, mag al zo. Ik zet hem even hier. En gaan we kijken of er wat gebeurt. Dan moeten ze eigenlijk weg. Ja, nu. Wat moet er gebeuren dan? Nou, als er iets in de buurt komt, dan gaan die lampjes compleet knipperen. Dan gaat alles in die. Dus als ik er naartoe ga? En jij niet? Maar wat gebeurt met als er iets van een entiteit in beeld is of in. Maar gebeurt het niet als ik er ben? Omdat jij geen entiteit bent. Nee, we hebben geen magnetische velden, alleen entiteiten hebben magnetische velden. Dus als wij nou een stukje verder gaan staan. En dan gewoon eventjes 5 minuutjes even kijken of het wat er gebeurt. Of er iets gebeurt in het rood. Maar stil zijn. Hallo? Is er iemand? Nee. Dus als er een vogel komt, dan doet hij het ook niet? Nee, dat valt ook niet in. Nou, hier is het redelijk rustig. Maar dat is dus het idee. Dat snap ik nooit. Dit is dus het idee van dingen. Stel je voor dat er iets van een tijd of magnetisch veld in de buurt komt, dan springt die in één keer op gewoon onverwacht op rood, zeg maar. Dat is een beetje het idee. Nou, het zou niet goed zijn als hij dat nou doet, want dan word ik gek. Dan sta ik meer in nu. Nou goed, gaan we de volgende locatie. Gaan we hierheen, ja? Yes. Denk hierheen. Nou, als je dat maar niet doen. De boven? Ja. Waarom niet? Terug. Gaan we kijken. Kantoor. Kantoor, ja? Zullen ze kamers in? Niks bijzonders? Nou, kom eens kijken. Het ruikt echt oud, ja. Wow. Het is raar dat dit gewoon nog zo is, hè. Kijk, flesjes water. Oh, je heeft zeker de brandweer allemaal uitgezocht met de verzoeking hoe het is geladen zelfs daar zo. Ja, echt alles. Ze moeten natuurlijk wel kijken hoe het. Ja, er zijn gewoon zwervers geweest. Dat kan niet anders. Ze hebben gewoon dingen meegenomen wat kostbaar is of zo. Als je nog een internetkabel zoekt, Mitch, dan ben je hier op het goede adres. Ja. Het is wel vet om hier te zijn, hè? Er staat hier een bed. Het zijn gewoon zwervers. Ja, dat zijn de altijd leukste mensen. Altijd leuke persoon.
was sleeping. Dan staat hij gewoon een letter in bed. Wat? Mijn gevoel begint je op de dag gewoon negatief te worden. Weet je, ik vind... Ik ben wel benieuwd naar die ijzige trui, maar dat is zeker daarachter. Maar dit staat hier gewoon compleet bed. Ik heb gewoon echt nare gevoelens hier, dat ik niet meer moet overkomen. Er is hier echt een zwerver aanwezig, volgens mij, die hier gewoon leeft. Wat de hel. Oh mijn god. Er ligt hier zelfs een flesje water. Gewoon nieuw in verpakking. Ja, hier ook. Er is hier dus wel leven. What the fuck? Ik denk dat dit gewoon een kantoor is. Wat we hier gewoon... Een zwerver zit. Ja, die zijn niet... Hier zo. Die is weg zeker. Nou, maar als hij gewoon even ergens naartoe gaat, dat hij dan nog terugkomt. Wordt je echt geleefd, hoor. Er zijn gewoon complete cup aan soep pakjes. Dan wordt hij echt gewoon... Cup aan soep. Ja, kom kijken dan. Wat gaat het nog doen? Nee, dat was wel te mooi waar. Nee, dit is verder niks. Maar dit is geen toeval, hoor. Want hier liggen gewoon complete voedingsmiddelen. Hé, hey, geen spoor achterlaten, hè? Nee, klopt. Schijt het. Ja, ik woon liever in mijn eigen huis, maar... Hier is verder niemand, denk ik. Ah, stond de auto dan? Oh. Oh, jongens, het zocht mij goed, niet op. Ja, dat lijkt me wel vet. Nee. Ik hoor wat. Daar.
zijn hier net binnen geweest, maar het ziet er niet altijd, het is wel een beetje leven. Tenminste zwervers, maar. Jongens, we gaan even shots maken van dit gebouw. Maar we hoorden net hier achter ons wat geluid. Dus ja, spannend. Kijk, gaan we shots maken. Jongens, hij is nu helemaal uit. Dat betekent dat hij klaar is. Dus ja, dat is gelukt dan. Ik zit nu even een stuk tv te kijken. En zeker. En Tessa komt misschien nog vandaag, maar dat weten we niet. Heel veel spookverhalen. Heel veel mensen die jullie wel meegemaakt. Ik ga even de was doen. Dat heb ik hier in de wasmachine staan. En ik ga even wat eten maken. Dus twee hamburgers of zo. Kijk. Lekker hamburgertje. Zit er wel op de achtergrond misschien. Kijk. Hamburger. Pannetje pakken. Zo zien. Kijk, lekker hamburgertje. Lekker hamburgertjes. Ik heb de was al gedaan. Kijk, is leeg. Dus lekker smikken. Soms heb je daar zin in, hè? Dat is bijna klaar. Dit was hem. En zo start het geheel. Lekker. Ik ga hem bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben trouwens. Een beetje spannend vonden. Vergeet niet te abonneren hieronder. En jongens, ik zeg het. Ik heb nog steeds geen intro. Maar dat komt er nog wel aan. Even op zich wachten, want ik heb nog geen beeld of ik heb nog geen idee. Maar dat komt er vanzelf wel. Dus Het ging alle kanten op. Ik ga even lekker genieten.